Mijn vraag aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de procedure in een ontuchtzaak tegen een officier van Justitie. De heer Marcus Zalver namens de PVV. Gadverdamme, voorzitter. Wat een smerigheid. Wat een vunzigheid. Wat een onrecht. Wat nou een rechtsstaat? En wat voor een laffe duiker van een minister hebben wij? Waar is die CDA-minister Grapperhaus nu? Een debatje in de Eerste Kamer aan het voeren. Kon dat niet een kwartiertje later beginnen? De minister durft zich gewoon niet te verantwoorden voor het kwaadaardige openbaar ministerie. Want een ander woord dan kwaadaardig kan ik niet op dit openbaar ministerie plakken. Hoe moet ik het anders noemen? Een ring van 11 agressieve, op seks beluste misbruikers. Pedofielen die jonge kinderen verleiden, ontucht mee plegen, chanteren, misleiden, verkrachten. 10 van die gevaarlijke viezerikken zijn vervolgd en veroordeeld. Eentje niet. Vincent Leenders niet. Vincent Leenders, niet alleen... Geen namen noemen, meneer Marcus. Die officier van justitie. Niet alleen een oud lid van de jongere partij van de VVD, maar vooral ook werknemer van Grapperhaus. De grote duiker Grapperhaus. Die pedofiel werkte niet alleen bij het Openbaar Ministerie. Hij was plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Hij was niet alleen een grote pedofiel, niet alleen een grote misdadiger, maar ook een grote jongen binnen het Openbaar Ministerie. Hij was nota bene de tweede man op het functioneel parket in Amsterdam. Gadverdamme, voorzitter. Zijn OM-vriendjes hebben deze pedofiel laten lopen. Hoe kwalificeert de staatssecretaris het handelen van het Openbaar Ministerie in deze kwestie? Is zij het met mij eens dat dit kwaadaardig gedrag is, of hebben we met de grootste klungels van Nederland te maken? Wat het ook is, voorzitter, kwaadaardig of geklungel, het stinkt op dat Openbaar Ministerie aan alle kanten. Even ter toelichting. De minister van Justitie en Veiligheid heeft zich keurig afgemeld, omdat hij het wetsvoorstel gesloten koffieshopsketen op dit moment in de Eerste Kamer verdedigt. En dat is wel een reden om niet hier aanwezig te zijn. Dat zijn de afspraken altijd. Dus dat